Mijn naam is Wabe Schaper. Ik kom uit de provincie Groningen in Nederland. En ik heb lange tijd gezocht naar een goede tandarts, want ik had een heel slecht gebit. En op een gegeven moment was ik bij mijn moeder en die had een magazine, de Plus, in Nederland. En daar stond een grote advertentie van een dental clinic in Hongarije. En toen heb ik dus zelf de schoenen aangetrokken en zeg ik, nou, ga eens bellen met die mevrouw in Nederland, met Annemarie. En met haar contact gemaakt en zij heeft mij uitgelegd hoe het allemaal werkte. En aan de hand van dat Plus magazine ben ik dus in Hongarije terechtgekomen. Nou, ik ben via Annemarie, die heeft mij dus verder geholpen. En ik heb op een gegeven moment een afspraak gemaakt in Hongarije. De eerste keer dat ik hier kwam, heb ik een gesprek gehad. Hebben ze mij uitgelegd precies wat ik allemaal zou ondergaan. En wat de kosten waren van het geheel gebeuren. Je moest 3 keer terugkomen hier. Nou, de eerste keer hebben ze mijn tanden, die verkeerd waren, hebben ze eruit getrokken. Top, moet ik eerlijk zeggen. Geen enkel pijn. Hele goede verzorging. Medicijnen op zijn tijd. Allemaal keurig netjes geregeld. Het hotel waar ik zat was prima geregeld. Geen enkel probleem. Toen moest het een paar maanden rusten. Toen ben ik de tweede keer hier naartoe gegaan. Toen hebben ze de implantaten erin gezet. Mijn kaak was wat te smal om de implantaten erin te krijgen. Hebben ze een operatie dat de kaak breder werd. Dat moest 9 maanden moest dat herstellen. Dat is ook allemaal erg goed gegaan. Ze hebben alles goed bekeken hoe het allemaal in elkaar zat. Ook hele goede verzorging weer. Ik moet eerlijk zeggen, mensen die benauwd zijn voor de tandarts, dat hoeven hier niet te zijn. Want je hebt geen enkel pijn, ze doen het allemaal voortreffelijk. En dit is geen praatje omdat ik dit toevallig nou doe, dat meen ik ook serieus. Het was voortreffelijk. Ik moest 9 maanden wachten voordat ik de laatste keer kwam. Nou, toen kwam ik precies in de coronatijd, kwam ik hier naartoe. Ik heb de stap toch gedaan, omdat ik dacht van ik wil eraf. Het moet nou klaargemaakt worden. Nou, ze hebben het bekeken, het was allemaal goed. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik hier binnenkwam, prima. Je kreeg haarnetje, handschoenen, een jas kreeg je aan, bescherming om je schoenen. Alles werd op en top geregeld voor de corona. Vervolgens ben ik dus weer geholpen en hebben ze de implantaten opengemaakt. Ze hebben de stiften erin gezet. Ik moet eerlijk zeggen, na de eerste 2 behandelingen hebben ze dus ook alles bijgeslepen en alles goed gemaakt. Ga je happen. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest hier 3 weken blijven. Een verbluffend resultaat wat eruit komt. Ik heb nu een prachtig mooi gebit en ik ben er zeer, zeer blij mee. Voor mij was het dus heel belangrijk dat het allemaal heel goed geregeld is hier. Creative Dental is zeer professioneel. Hele goede tandartsen. Men hoeft niet bang te zijn dat het zeer doet, of pijn doet, of dingen. Ze zijn heel goed begaan met de mensen die hier behandeld worden. En een hele goede nabehandeling. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb grote bewondering, waardering voor Creative Dental hier in Boedapest. Hoe ze het bij mij gedaan hebben. Verbluffend resultaat. Dankjewel.